kunst begint er niet aan. Begint er niet aan. De première is een reunie van vrienden, familie en bekenden van Herman Brood. Ik heb met hem gevaren, ik ben met hem gaan stappen, ik heb dingen met hem meegemaakt. Ik ben hem best wel vaak tegengekomen voor tv-programma's of ook in Amsterdam, gewoon het spui dat je elkaar tegenkwam. Ik verwacht helemaal niks, ik laat me verrassen, dus ik denk dat het wel leuk is omdat het privébeelden zijn. Ja, sowieso is alles wat er gedaan wordt om mijn vader vind ik altijd leuk, weet je, dan wordt hij gewoon nog in leven gehouden. Maar ik vind dit ook wel erg leuk omdat het echt over zijn kunst gaat. Ik ben Herman Brood en ik hoop dat mocht ik komen te overlijden, dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt voor de schablonen, van de schablonen die ik achterlaat. In de film zien we nooit eerder vertoonde privéopnamen. Een intieme inkijk in de drijfveren en kwaliteiten van Herman Brood als kunstenaar. Je komt heel dicht bij Herman. Het is natuurlijk allemaal gefilmd door Ivo, zijn vriend, zijn kunstvriend. En daardoor zie je dat Herman helemaal op zijn gemak is als hij tegen die camera praat. En die laat die camera dus ook heel dichtbij komen. Herman die vroeg op een gegeven moment, heb je geen filmcameraatje? En dat was in het begin jaren 90. En ik zeg van, nou ja, dan koop ik ook zo'n ding. Dus van, toen kocht ik zo'n eerste een handycam of zo. De man was enorm, zoals hij ook in de film zegt, aandachtzuchtig. Nou, dat betekent natuurlijk dat hij dus eigenlijk het liefst de hele dag een camera achter zich aan had. Dat vond hij mooi. I'm a professional. 50 uur aan filmmateriaal ligt jarenlang in een kluis. Maar dan wordt er van oorsprong Enschedese filmmaakster Gwen Jansen gevraagd om naar de beelden te kijken. Eerst dacht ik van, het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk dat dit nog nooit bekeken is. Ik maakte me ook wel wat zorgen over de technische kwaliteit. Maar ik was wel flabbergasted, maar vooral ook verrast door wie Herman Brood was. Want je hebt dan wel een soort van beeld. Maar het beeld wat ik daar zag, dat was veel echter, veel puurder. Het was wel echt een cadeautje om eruit te mogen putten. Want Ivo heeft dat al gezegd, heb je dit nog, Ivo? Ja hoor, dan ging hij weer een ladder op. Hè? En dan haalde hij weer een doos tevoorschijn met schabloon. Dat is natuurlijk heel erg. Dit is Hans Lavoy. Ik heb wel alleen maar geprobeerd te putten uit het materiaal wat is gemaakt in Zwolle. Dus het is wel echt een registratie wat daar is gebeurd. Elke 3 weken of 4 weken kwam hij een dag of 3, 4 bij me. Of hij sliep bij me thuis, was gek met mijn kinderen. En, of hij ging in een hotel. En dan was hij even weg uit de hectiek van Amsterdam. Maar ja, dan na 3 dagen dan had hij het ook alweer gehad hoor. Want dan moest hij op een gegeven moment weer naar Amsterdam toe. Want dan miste hij dan toch weer de aandacht. Volgens mij heeft onze rij wel het hardste gelachen. Als je zegt wat vind je van de film, ja dat is heel perfect gedaan, want dit is wie die is. Bas, ik zeg steeds is, omdat hij nog niet weg is. Ik vond een fantastische film, soms ontroerend. Ja, het was voor mij zelfs, voor mij, een eye-opener. Hij was altijd snel en zijn gedachten bleven altijd snel lopen. En dat het zo snel was, dat vermoedde ik niet. Ik vond wel heel Herman wel echt hoe die was, dus dat vind ik wel heel leuk. Het is niet een Herman die heel erg acteert of doet. Ik vond wel echt Herman, dus dat... Ja, ik vond het een mooi documentaire, ook over zijn kunst. Dat vind ik ook wel een keer heel fijn, omdat dat gewaardeerd wordt. De band tussen 2 kunstenaarsvrienden en een camera. Het levert bijzondere momenten op. Dat hij aan het eind met de kindjes van Ivo de Lange aan het tekenen is. Daar tekent hij een kunstenaar die letterlijk van een wolkenkrabber afspringt. En toen vroeg mijn zoon van, wat is dat dan? Had hij een vierkantje getekend onderaan die wolkenkrabber. Dat had hij gezegd van ja, dat is het lijstje. Zegt hij, als de kunstenaar van de wolkenkrabber springt, dan is het bloedbad mooi ingelijst. Ja, dat is een beetje voorspellend misschien. Het is alweer 14 jaar geleden dat Herman Brood van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel springt. Wat zou Herman Brood hier zelf van gevonden hebben, van deze Geweldig. Film? Op die 50 uur materiaal heb ik heel veel fragmenten gezien.
dat Herman de beelden aan het terugkijken is die Ivo gemaakt heeft. En daar is hij ontzettend om aan het lachen. En dan hebben ze samen ook weer lol om die beelden. Ja, die zit schuddenbuiken van het lachen om ons neer te kijken hoor. Als je dit ziet, vindt dat geweldig. Maar dat wilde hij. Aandacht. Nou, dat krijgt hij. Kunst, dames en heren, begin er niet aan. Ik heb er spijt van.